Goedenavond en van harte welkom hier vanuit de Grote Kerk in Tholen. Wat fijn dat u dit met ons meemaakt. Ja, normaal zouden we hier heel graag zitten met een volle kerk om een avond met elkaar te hebben. In verband ook met Christenen voor Israël en ook op deze bijzondere dag, namelijk de dag van de reformatie. Maar we in de kerk, dat zijn al met Chris de Geluidsman en Peter Wildeman, de organist en ikzelf. Mijn naam is Van Velzen, ik ben dominee Kees van Velzen. En wij hopen op een hele mooie avond waarin we niet kunnen zingen, maar wel thuis, dat kunt u zeker wel, maar niet in de kerk hier. En een avond tot eer van de Almachtige God, die juist ook in deze tijd zulke geweldige dingen doet, ook in de geschiedenis van de mensheid. En tegelijkertijd ook een tijd die, ik denk ook voor velen van ons, niet makkelijk is. Zullen we samen bidden. Heere God, u bent de Almachtige God, de schepper van hemel en van aarde. En Heer, op deze bijzondere avond mogen wij voor uw aangezicht komen in het diepe besef dat u de God bent die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Heer Jezus Christus, u, samen met de Vader en de Heilige Geest zijn we de God die we eren en aanbidden. En juist in deze tijd mogen wij herdenken het wonder van de reformatie, al zo lang geleden, wat zo'n ommekeer ook betekende in de geschiedenis van de kerk en van de gemeente van de Heer Jezus. En mogen we ook juist nu denken aan de tijd waarin wij leven. Een tijd van onzekerheid, een tijd van vele vragen. Een tijd ook van verschrikkelijke aanslagen. Heere God, wij bidden u voor deze avond om uw zegen, maar ook uw troost voor diegenen die zo plotseling gedompeld zijn in verdriet. Een moeder die vermoord is, een man gedood, die twee kinderen achterliet daar in Frankrijk. Heere, wij bidden om uw genade. En Heere, dat deze avond iets mag laten zien van uw troost en uw genade. En dat u ook nooit laat varen het werk wat uw hand begonnen is. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Ik ga nu wat spelen over Israëlische melodieën. En dat is een medley van twee nummers, namelijk het Israëlse volkslied, Hatikwa genoemd. En het tweede is Jerusalem, of Jeruzalem, stad van goud. En deze medley heb ik ooit eens een keer geschreven voor een cd van het Sjare Zedekoor toen ik de organist was. En het is dus een medley, dus twee Israëlische nummers door elkaar. En ik begin met een uitkomende stem op het rugwerk. Hier is het rugwerk. En er zit een hele mooie eenvoet op. En die wou ik daarvoor gebruiken. En dan doe ik het bovenwerk. Dat is deze rij. Dat is het bovenwerk, koppel aan het hoofdwerk. Dit is de koppel. En daar begeleid ik het op. En Kosterat, die staat hier, die helpt me vanavond met te registreren. Deze man die is altijd heel vriendelijk en altijd aanwezig. Die woont ook bijna in de kerk, net als ik. Jeruzalem, stad van goud en Hatikva. Thank you.
denk dat u in deze prachtige Israël-fantasie veel herkende. Tenminste, ik wel. Dat bepaalt me er ook bij dat ik dit jaar Deo Volentia niet naar Jeruzalem zal gaan. En dat mis ik toch wel een beetje, maar ik denk ook veel van degenen die deze avond met ons meemaken ook wel. Jeruzalem. Nou, daar gaat mijn eerste overdenking over. Jeruzalem en over de heilige stad. Als ik daarvoor opensla, dat heb ik gedaan inmiddels in Micha hoofdstuk 4, dan lezen we iets over de geweldige toekomst van Jeruzalem en daarmee van Israël. Maar ik moet er iets bij lezen uit Micha hoofdstuk 3, wat eraan vooraf gaat. En zoals we dat vaker in de Bijbel tegenkomen, zien wij hier een bijna botsing van werelden. Eigenlijk een botsing van werelden waarin hoofdstuk 3 sprake is van het onrecht dat er allemaal gebeurt in en om Jeruzalem en waar ook de leiders op worden aangesproken. Zien wij bijvoorbeeld, wordt gesproken in Micha 3 vanaf vers 9, hoor nu dit hoofde van het huis van Jacob en leiders van het huis van Israël die in afschuw hebt van recht en al wat recht is verdraaien. Er wordt gesproken over profeten die waarzeggerij plegen voor geld en nog steunen op de Heere en zeggen, is de Heer niet in ons midden, ons zal geen kwaad overkomen. En dan komt het oordeel, daarom zal omwille van u Sion als een akker omgeploegd worden, Jeruzalem een puinhoop worden en de berg van dit huis tot hoogten in het woud. Wat een ernstige woorden. Het oordeel wordt hier aangezegd over Israël. Daar eindigt hoofdstuk 3 mee. Maar dan hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Daar klinkt een maar, daar klinkt een echter. Dat is wat ik nu lees. Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere, let wel, diezelfde berg, vast zal staan als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels en dat de volken er naartoe zullen stromen. Vele heidevolken zullen op weg gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidevolken vonnissen tot ver weg. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Maar ze zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de Heere, van de legermachten, heeft het gesproken. Wat een enorme verandering, hè? Wat een bijna totaal andere wereld die ons hier gepresenteerd wordt. De ene kant Jeruzalem geworden tot een puinhoop. Sion, je zou zeggen de plek ook van de tempel, vervallen. Maar dan klinkt de aanzegging van deze profeet van Micha. Hij zegt dan, het zal echter zijn in het laatste der dagen. Dan gaat er iets gebeuren. Ik geloof dat dat gebeurd is. En ik geloof dat we inderdaad wonen, leven in het laatste der dagen. En dat we ook, je zou zeggen, in die geboorteweeën aangekomen zijn waar de Bijbel ook over spreekt. Namelijk de woorden die de Heer Jezus spreekt van pandemieën die er zullen zijn, lezen we in Lucas 21. Van grote tekenen die er zullen zijn. Radeloze angst onder de volken. De bloeddorst van het terrorisme waar we ook weer mee geconfronteerd zijn. Het bizarre dat een terrorist mensen dood, letterlijk. Nou, ik zal maar niet in de details gaan, die zijn eigenlijk bijna te gruwelijk om te noemen. Het lijkt, als je dan leest wat er gesproken wordt over die laatste der dagen, daar wordt gesproken
over dat zwaarden zullen worden omgesmeed tot ploegscharen, speren tot snoeimessen en geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Ik denk dat we het met elkaar eens zijn dat dit op dit moment niet het geval is. Het is niet zo dat ontstaat het op het gebouw van de Verenigde Naties, dat er op dit moment niet zo dat alle militair materieel wordt omgesmeed tot zaken die met oorlog en narigheid niks meer te maken hebben. Dat is nu niet het geval. Maar als wij die tekst zien, dan zien wij dat er wordt gesproken, dus in die laatste der dagen zal er iets gebeuren met die berg van het huis van de Heere, en die zal vaststaan als de hoogste van de bergen, hoog verheven zijn, en heidenvolken zullen daarop weggaan. Wat is het uitgesproken hier, het heel bijzondere hier in deze situatie? Dat er een andere tijd gaat komen. En die tijd wordt hier in Micha, en trouwens ook in Jesaja 2, wat hier heel veel op lijkt, gekoppeld aan Jeruzalem. Waar we zo even een prachtige Israël-fantasie over hoorden en waar we zo meteen nog iets van horen. Het wordt gekoppeld aan de stad van de vrede. En ik vind het zo mooi om op deze zaterdagavond, hier op deze dag ook van de reformatie, uit te mogen spreken. Dat ik geloof op grond van het woord van God dat dit ook werkelijk gaat gebeuren. Ja maar, een pandemie. Ja maar, zoveel ellende, zoveel verdriet. Hier deze woorden staan vast. God zal dit doen. En wij in onze generatie zien als nooit tevoren dat de Heere God daar de fundamenten voor legt. Hoe doet hij dat? Door zijn volk thuis te brengen. De missie van Christenen voor Israël en velen met ons is om dat onder de aandacht te brengen. Ja, deze woorden zijn nog niet volledig vervuld. Maar wij zien dat de heidenvolken, velen staat er, op weg gaan naar Jeruzalem. En ze zullen zeggen, kom, we gaan op naar de berg van de Heere, naar de God van Jacob. En ze gaan daar naartoe om onderwijs te krijgen aangaande zijn wegen. En ze zullen zijn paden bewandelen. Wat een machtige tijd. Ik kan daar echt oprecht blij van worden. Dit is wat gaat gebeuren. Deze wereld, ja, er gaat misschien nog heel wat gebeuren als ik ook lees in het boek Openbaring. Maar deze wereld is op weg naar een andere toekomst. Wat is dan onze reactie? Een stuk wat ik nog niet heb gelezen is in datzelfde hoofdstuk vers 8. Want alle volken, staat er, gaan op weg, elk in de naam van hun God. Maar wij zullen op weg gaan in de naam van de Heere onze God voor eeuwig en altijd. Mag ik u en jou daarop aanspreken? Misschien te midden van allerlei twijfels dat hier in het verband wat hier staat van die machtige toekomst, wat er gaat gebeuren met Jeruzalem. En we gaan zo meteen nog iets horen over Jeruzalem op het orgel. Maar daar ga je inderdaad, denk ik, letterlijk vol op het orgel. Want dit is wat Gods woord belooft. Dit gaat God doen. Dit is de toekomst waar we onderweg naar zijn. Woorden van mensen kunnen beloften zijn en het kunnen soms loze beloften zijn. Maar de God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader, Zoon en Heilige Geest, zijn woorden zijn waar. En dit zal zijn de rol van Jeruzalem, de heilige stad. Volken zullen er komen en ze zullen willen leren van de weg van God. De weg die ten leven, tot eeuwig leven voert. Amen.
Prachtig. Inderdaad, het schitterende orgel hier in Tholen, zo mooi bespeeld door Peter Wildeman. Met Jeruzalem, de heilige stad. Mijn tweede overdenking gaat over deze bijzondere dag. 31 oktober, de dag van de reformatie. De dag waarop men zegt dat Luther zijn stellingen sloeg aan de slotkapel te Wittenberg. Wat was het mooie van de reformatie? Daarvoor wil ik graag iets lezen uit Romeinen hoofdstuk 11. En we weten dat juist ook de Romeinenbrief, als het gaat over gerechtigheid door het geloof, zo'n belangrijke rol zou spelen in de reformatie. Ik begin te lezen bij vers 11 van Romeinen hoofdstuk 11, waar dit staat. Ik zeg dan, zegt Paulus, door de Heilige Geest geïnspireerd, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Dit gaat over Israël, voor alle duidelijkheid. Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat ze achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten, wat betreft het vlees, tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Tot zover. Dit is wat ik hierover wil zeggen. Paulus beschrijft in hele sterke termen, in krachtige woorden, ook weer een tegenstelling, zoals we die, zo lijkt het wel, zo even tegenkwamen in Micha, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4, waarin in hoofdstuk 3 wordt beschreven de ellende van Jeruzalem, de verwoesting die zou gaan plaatsvinden, maar waarin hoofdstuk 4 gesproken wordt over dat andere moment, wat we al de contouren van zien, dat Jeruzalem zo centraal zal staan en de plek zal zijn en worden en zal blijven waar de volken naar opgaan. Hier zien wij ook weer een bijzondere tegenstelling, namelijk Paulus spreekt over de val van het Joodse volk. Hij noemt dat hun val, hij noemt dat ook struikelen, maar er staat dus dat zij het door hun val, dus dat er het eigenlijk, je zou zeggen, misliep met Israël, met het Joodse volk, dat heeft iets in gang gezet. Het heeft iets heel bijzonders in gang gezet, dat negatieve, en dat is heel duidelijk in de Bijbel, dat is inderdaad gebeurd, dat heeft iets bewogen, iets in gang gezet, wat bijna ongelooflijk is als je tot je daar doordringt. Namelijk dit, dat de zaligheid is tot de heidenen gekomen. De zaligheid is tot de heidenen gekomen. En Paulus gaat nog even verder als hij zegt, als dan hun val, dat zegt hij, de val ook van ons het Joodse volk, heeft voor de wereld en betekent voor de wereld rijkdom en het feit dat ze achterop komen, rijkdom voor de heidenen, en zegt hij hoeveel te meer hun volheid, en dan zegt hij nog even later, als hun verwerping, verzoening betekent voor de wereld. Wat betekent dan hun aanneming? Wat gaat dat betekenen? Dit is fascinerend. Ja, Paulus erkent het volmondig. Hij, de Jood, hij zegt, dit is wat er is gebeurd. Het betekent een val voor het Joodse volk en het achterop komen. Maar let op wat daar vervolgens mee gebeurd is. Hij zegt, dat betekent de zaligheid voor de heidenen. Zaligheid. Hij noemt dat ook rijkdom. Rijkdom. Als ik hier vanavond mag staan op deze preekstoel in deze verder lege kerk, maar met u als, aan jou als kijker-luisteraar, dan
dan word ik daar heel enthousiast over, namelijk de zaligheid. Ik ben niet een Joods iemand. Mijn lieve moeder, ze is inmiddels overleden, was niet een Jodin. Maar ik behoor tot die heidenvolken die door Gods genade iets is mogen gaan zien van wat geloven in de Heer Jezus betekent. En dat is zaligheid. Dat is dat je mag weten door het bloed van het lam gekocht en betaald te zijn door het geloof in de Heer Jezus. Een nieuwe schepping geworden zijn waarvan de Bijbel zegt, zie, geloof in de Heer Jezus betekent dat het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Dat betekent volheid van leven. Dat betekent weten waarom je leeft. Dat betekent behouden zijn door genade. Dat betekent, zoals ik ooit een predikant hoorde zeggen, de kerk waar ik vandaan kwam, die zei, als ik vannacht sterf, dan lig ik in de armen van Jezus. En ik weet dat ik daar als kleine jongen bij zat en zelfs dacht, Heer, dat wil ik ook ooit kunnen zeggen, dat ik dat nu mag zeggen, is zijn genade. Dat is zaligheid, er kan niets tegenop. Weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. En ik hoor dat ooit als een soort gedicht, ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Ik vind het ook mooi, wij zijn in een historische kerk, in een kathedraal die iets laat zien met ramen. Het is nu donker, hè, maar ramen waar je normaal naar buiten kan kijken, maar ook ramen die hoger zijn, waar het licht in de kathedraal ook binnenvalt overdag. En eigenlijk die twee lagen laten iets zien van wat geloven betekent, namelijk op ons aardse niveau, maar ook op het niveau van de hemel, dat God zijn licht wil laten schijnen op onze levens. Dat is zaligheid. Ik moet denken aan, ik kom hier niet zo ver vandaan van Krabbendijke, en dat ik ooit van een mevrouw die een dierbare vriendin van ook mijn ouders was, maar die, ze had haar man verloren, ze had, twee van haar kinderen waren overleden. En dat ze zei, en ik zal het zeggen zoals zij het zei. Toen zei ze, toen ze sprak over de Heer Jezus, zei, daar kan ik nu zo blij van worden. Daar kan ik nu zo blij van worden. Een weduwe, twee zonen begraven, daar kan ik zo blij van worden. Wat een rijkdom. En ik geloof oprecht dat de reformatie dat weer in het licht gebracht heeft. Dat het niet door werken was en allerlei onzekerheden, maar dat het een genadegave was. En is, en dat het gerechtigheid geschonken wordt. Niet door werken, maar door het geloof, waar de getuigde Romeinenbrief van. Maar met alle respect voor de reformatie, en niet alleen voor de reformatorische kerken, maar ook voor de vrije gemeenten en anderen. Er stond wel iets achter, lieve mensen. Dat door hun val is de zaligheid tot de heidenen, tot ons gekomen, om hen, staat er, tot jaloersheid te verwekken. En mag ik in alle eerlijkheid zeggen, dat ons dat als kerken, reformatorisch, evangelisch, niet altijd goed gelukt is. Daar past ons ootmoed en verootmoediging. Als wij Romeinen, zo belangrijk voor de reformatie, goed zouden lezen, dan zien wij toch dat God heeft zijn volk, zo opent Romeinen hoofdstuk 11, heeft God zijn volk verstoten, zegt Paulus, volstrekt niet. En dat mag ook op deze dag opnieuw in het licht komen. Ja, de zaligheid is tot ons gekomen. Dank u, Heere. Maar er gaat nog iets gebeuren. Wat ook te maken heeft met de rol van Jeruzalem. Namelijk, God zegt, en dat zegt Paulus hier, zij zullen opnieuw aangenomen worden. Dat wordt de volheid van het Joodse volk. En wat zal dat betekenen voor de hele wereld? En we zien de enorme geestelijke strijd, de duivel die alles op alles zet om dingen rond Israël, maar ook rond christenen, kapot te maken. Maar hij is een verloren, hij heeft verloren deze duivel. We gaan het zo meteen horen in een vaste burcht is onze God. Luther die ook alles kende, of heel veel kende in elk geval van duivelse aanvechtingen. Maar hij is een verslagen vijand. Maar ja, er gebeurt nog veel aan moord en doodslag. Maar het gaat gebeuren. Het Joodse volk zal opnieuw door hem aangenomen worden. Hij brengt hen thuis. En dat betekent volheid voor de heidenen. Wij mogen het volk van Israël tot jaloersheid verwekken. Hoe we dat doen?
Ik geloof door te bidden, door te geven, maar ook door hen erbij te bepalen dat het feit dat ze nu terug aan het keren zijn en voor een groot deel teruggekeerd zijn, dat het het werk van God is. En als ik dat tegen Joodse mensen zeg, dan zeggen ze wel eens, dus jij gelooft dat echt, dat wij nu hier zijn? Ja, dat geloof ik. En ik mag weten dat God laat geen van zijn woorden ter aarde vallen. Hij is een vaste burcht, een toevlucht voor de zijne. En wat er ook gebeurt, die zekerheid mogen wij hebben in het geloof in de Heer Jezus Christus, de Heer en Heiland, die stierf aan het kruis van Golgotha, maar opstond uit de dood. En Hij komt terug en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Wat een toevlucht is Hij. Amen. Thank you.
Dit was een vaste beurt van Jan Zwart. Altijd een hele mooie bewerking. We schieten al aardig op met het programma. Deze avond staat in het teken van Israël en ook van de Reformatie. We gaan nu naar twee Israëlische psalmen. Ik ben al 14 keer in Israël geweest en ik heb daar op allerlei mogelijke manieren muziek gemaakt. En ook verdiept in de Israëlse psalmen. En wat me dan altijd opviel, als je echt de Joodse psalmen zingt of speelt, dat ze of heel klagend zijn, en dat ga ik nu bij psalm 42 doen, of heel uitbundig, en dat ga ik bij psalm 46 doen. Dus twee psalmen in Joodse stijl. Thank you.
We gaan naar het laatste nummer en de laatste afsluiting. Ik had nog wat verzoeken gekregen. Het is eigenlijk een soort medley. Ik begin met een melodie van Beethoven, improvisatie. En ik wil eigenlijk afsluiten met het Wilhelmus, ons eigen volkslied. Als een soort groet aan Israël. Thank you.
Prachtig. Dankjewel, Peter. Peter Wilderman achter het schitterende orgel hier in de Grote Kerk op Tolen. En dank ook aan Chris, onze zowel cameraman als geluidsman. Alles deed hij vanavond in zijn eentje. Heel knap en wat fijn dat u en dat jij hierbij was om dit met elkaar mee te maken. Ik wil straks afsluiten, maar nog eerst dit tegen u en tegen jou zeggen. Het is belangrijk om het werk ook van Christen voor Israël, om dat te ondersteunen. Door gebed, door uw aanwezigheid wanneer dat weer kan. Maar ook door uw gaven te geven. U zult zo meteen ook in beeld krijgen hoe dat kan. En ik zou u echt willen oproepen om ons ook te steunen in het geweldige werk. Ook als ik denk aan dat die opdracht om Israël jaloers te maken. Om iets te mogen betekenen voor hen in de naam van de Heer Jezus Christus. Dus van harte bij u aanbevolen als u ook ons werk mede wil ondersteunen. Ik wijs ook op de mogelijkheid, misschien dat u dat al lang krijgt, op het gratis magazine Israël Actueel, waarin u helemaal op de hoogte gehouden wordt van de situatie en ook met prachtige overdenkingen zeker de moeite waard om dat dan ook te ontvangen. En dat krijgt u van ons aangeboden. Ik vond het zo bijzonder om te lezen wat er stond in Micha. Want alle volken gaan op de weg, elk in de naam van zijn God. En een God met geen hoofdletter. Maar wij zullen op weg gaan in de naam van de Heere onze God voor eeuwig en altijd. De Heere onze God. Dat is het beste wat je kunt doen. En ik las daarbij in de commentaar, de korte verklaring in de voorbereiding ook voor deze avond. Wat betekent het nou wandelen in de naam van de Heere onze God? En er stond er in het belijden en aanroepen van die naam de hulp, de troost en de kracht zijns levens zoeken. Want van hem en hem alleen is onze verwachting. In die naam, dat is wandelen in die weg, in die naam alle hulp en troost zoeken en dat ontvangen mogen. Dat geloof in de Heer Jezus Christus. En bent u en ben jij van plan om met ons op weg te gaan, ook in deze zo bijzondere tijden, wetend, het beste komt nog, hij komt terug. Zullen we samen bidden. Heere God, het is een geloofsuitspraak en het is een uitspraak van toewijding. Om te wandelen in uw naam. De God van Abraham, Isaac en Jacob, die wij eren en aanbidden. Heere, wij zijn die bijzondere generatie die op een zo spectaculaire wijze mogen zien dat u uw woorden waarmaakt, die u heeft gesproken door de profeten van al duizenden jaren geleden. U maakt uw woorden waar. Heren, wij zien op dit moment hoe er zoveel te doen is in onze wereld rond een pandemie, maar ook rond terreuraanslagen. Heren, we hebben het al uitgesproken aan het begin, Heren, en opnieuw bidden wij om troost en nabijheid voor diegenen die zo getroffen zijn door zo'n verschrikkelijke gebeurtenis. Heer, we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, mogen wij inderdaad het Joodse volk jaloers maken. En vanuit de relatie met u, Heer Jezus. Vanuit een diepe bewogenheid om er voor hen te zijn. Op de bres te staan. Achter hen te staan. Hen te verdedigen. Te belijden voor God en mensen. En Heer Jezus, ook u belijden wij voor God en mensen. U de koning der koningen en de Heer der heren, geboren uit de maagd Maria. Heer, het is ook sola scriptura, vanuit uw woord levend, Heere. We danken u dat ook dat in de reformatie onder de aandacht is gebracht. Maar we danken u ook dat wij nu, juist in de tijd waarin wij leven, de vervulling van zoveel beloften die u deed aan het Joodse volk en die u waarmaakt omdat u hen niet doet naar hun zonde, omdat u uw woorden waar maakt, hen thuis brengt waar hun echte land en hun echte bedoeling is. Op de heuvels van Judea. Heer, dank u wel voor die heilige stad Jeruzalem. Maar dank u wel, Heer, dat ons een toekomst wacht in dat nieuwe Jeruzalem. Door het bloed van het lam. Wat een uitzicht mogen wij hebben. En Heer, daarmee bemoedigen we elkaar in deze donkere tijden. Heer, gaat u met ons in uw genade, Koning Jezus. Amen.